Wat voor de start van de etappe verwacht je vandaag? Een hele snelle, denk ik. We gaan snel aan de voet zijn van Val Thorens, verwacht ik. Komt het sprintreintje ook nog eens in een bergrit van toepassing waarschijnlijk? Ik dacht 3 dagen snipperdag voor de boeg te hebben, maar helaas. Nou ja, weet je, in dit soort ritten is het aandeel wat wij als sprinters hebben heel beperkt. Maar zoals vandaag kunnen we misschien nog iets meer doen voor die jongens. En het enige wat we kunnen doen is zo goed mogelijk helpen en waar mogelijk. En dan op die klim is het allemaal aan de rest van de jongens. Het gaat hier voor geen verrassing zijn. Iedereen zegt het gaat super hard naar die voet worden. Verwacht je dat er echt treintjes van ploegen met achterin dan de klassementsmannen gaan ontstaan? Ja, kunnen ze een beetje een evenwicht in zoeken. Want als jij derde wiel zit, kost het natuurlijk ook nog wel meer energie dan als jij in het bolletje zit. Het is een vrij brede klim, een hele lange klim natuurlijk. Dus het is ook niet cruciaal om goed op te draaien. Maar ja, wat ik zeg, er zijn toch een aantal jongens die nu wel een aandeel kunnen hebben en normaal niet. En die zullen het allemaal wel proberen. En ja, daardoor krijg je waarschijnlijk wel iets meer dat soort taferelen. Ja. Ja. De weersomstandigheden, de regen, de onweer. Wat weet jij wat er gaat gebeuren? Ja, het is nu droog. Nee, we hoorden net dat de verzorgers ook nog steeds op 3 kilometer van de top ook nog steeds droog rijden. Maar ja, ik heb hier al in deze 3 uur echt 10 verschillende weerscenario's gezien. Dus dat kan heel erg snel veranderen. Ik ben benieuwd. Maar als wij hier droog kunnen vertrekken en gewoon droog naar de voet kunnen komen, dan is het denk ik al goed. En dan, als het niet te slecht is op die klim, dan kunnen we hopelijk een mooie finale krijgen. Wat voor indruk maakt Steven? Ja, wel goed eigenlijk. Gisteren was natuurlijk eigenlijk wel jammer, want ik denk dat het originele scenario beter had uit kunnen pakken dan nu. Maar het is hoe het is. En ik denk dat hij daar heel goed mee om kan gaan. En ook met vandaag, weet je wel, dat is ook weer niet ideaal. Maar we moeten maar het beste van maken. En het is een lastige klim, waar echt nog wel het verschil gemaakt kan worden. En dan moeten ze dat maar proberen. Dankjewel. Succes vandaag.